Ja, daar zijn we weer met een nieuwe uitzending, heren. Nacho Vlogs, uitzending nummer 20. Hoe is het met jullie, man? Ja, mag niet klagen, man. Kabbelt gewoon voort, hè. De zomer begint dus, of is begonnen. Dus we genieten van het weer. Mooi, man, mooi. Sean, fuck you. Ja, een beetje druk, maar het lukt wel, hè. Gisteren heb ik ook nog de kampioenschap van Robin Hood meegemaakt, dus het kan niet slecht gaan als er op zijn. Dus ja. Dit is een nieuwe Berengi Mitrasi, man. Ja, hey. Hey, maar mooi, was je daar? Was je in het stadion? Ja. Ik was live. Ja, mooi, man. Hey, dat is nice, leuk, man. Nice. Dat is leuk. Nice. En, tof, man. En ik ben natuurlijk een trouwe Robin Hood aanhanger, dus ik ben heel blij dat ze weer de titel hebben. Verdedigd zelfs. Dus super mooi, man. Ja, knap. Hey, sorry, Ryan. Het is gewoon knap. Natuurlijk, zeker. Ja, toch? Ja, zoals ik net had aangekondigd, het is de 20e uitzending. En in deze uitzending gaan we terugblikken op enkele gespeelde Gold Cup-wedstrijden, maar we gaan ook vooruitblikken op de finale van de Gold Cup. En dat is de finale tussen Mexico en Panama. We hebben ook een speciale gast hebben in deze uitzending. Hij heeft meerdere bijnamen heeft hij bij ons. De tovenaar, de goochelaar. Ik kan zo wat doorgaan, maar ik hou het even bij die twee namen. En dat is Ivenzo Gonfalius. We halen hem nog niet erbij. We gaan even aanvoelen wanneer we hem in de uitzending halen. Maar laten we eerst even beginnen met de Gold Cup. Hey, heren, hebben jullie het nog een beetje gevolgd? Ja, ik heb het Het was een spannende Gold Cup. Ik was meer aan de kant van Jamaica, omdat Jamaica de Caribisch gebied vertegenwoordigt. Dus ik duimde echt voor hun dat ze in de finale Jamaica die had geen akkoord voor Mexico. Dus helaas gaat Mexico door naar de finale samen tegen Panama. De andere wedstrijd was tegen Amerika en Panama. Daarna heb ik ook een spannende wedstrijd waarbij Panama twee doelpunten heeft gescoord, is afgekeurd. En ja, ze gingen richting de extra time. Daar werd het ook 0-0. En ja, op het laatste jaar hebben ze gewonnen van Amerika. Maar was tot nu toe een spannende Gold Cup. Ja, ik vond het overal opvallend dat er veel doelpunten zijn gemaakt. Echt veel doelpunten, grote uitslagen dan bij sommige andere edities. En wat ik grappig vind om te zien, is dat als je Panama neemt, hebben we eigenlijk van geen enkele ploeg met grote cijfers gewonnen, behalve, ik weet even niet op die naam komen, maar Qatar volgens mij. Ne? Maar verder, zijn ze echt een ploeg. Ze zijn net zo gevaarlijk als nodig is. Tegen sterke ploeg, helemaal gevaarlijk. Tegen zwakke ploeg is ze gevaarlijk, maar ze wel zo niet zomaar met 5-6-0 overheen. En ik vind het wel mooi om te zien, want in die pool waar ze gespeeld hebben, had Suriname eigenlijk moeten zitten natuurlijk. Maar je ziet gewoon dat die pool het meest aan elkaar gewaagd was van al die andere pools. En dat dan Panama in de finale komt, dat zegt wel wat over de sterkte, wat we hadden kunnen treffen. Dus ik kijk enorm uit naar de finale. Ik denk dat het ook een close wedstrijd gaat worden. Panama, wat ik zeg, die verliezen niet zomaar, maar ze winnen ook niet zomaar. Ja, kijk, Panama kunnen we vergelijken met een soort Atletico Madrid van de CONCACAF. Een echte Diego Simeone speelstijl hebben ze. En wat ze ook hebben, ook jongens die echt dynamisch zijn, heel veel energie hebben, die meer dan 90 minuten lang kunnen rennen en vol gas kunnen geven voor hun land. Je ziet dat ze willen strijden voor hun vlag. En weet je, het maakt het helemaal niet uit. Je ziet zo'n spelers die gewoon blessures krijgen tijdens de wedstrijd. En ze rennen maar door tot het einde of de bal. Aan de kantlijn wordt gebracht, dan gaan ze liggen of zo. Maar je ziet dat ze echt strijden. En daarvan hoort mentaliteit. Met name die in Europa spelen, misschien de top 5 competitie. Maar je ziet dat ze ergens naartoe willen. Ja. Ja, het is een tijdloos. Ja, en de manier hoe. We hebben het al in de vorige uitzending erover gehad, Reinel. Ze kunnen zich makkelijk, nou niet makkelijk, ze kunnen zich aanpassen wanneer de tegenstander gewoon sterker is. Ja. Op papier sterker. Dan passen ze zich gewoon aan gedurende het duel om alsnog vuist te maken. En dat hebben we ook teruggezien.
En dat heeft ze zover gebracht. Dus eigenlijk is de mentaliteit vooral, dat zit heel goed in die ploeg. Nou, en de mentaliteit, maar ook het tactisch vermogen. Kijk, neem Jamaica bijvoorbeeld. Jamaica heeft niet veel minder problemen met Mexico. Maar tactisch kunnen ze het niet belopen. Omdat het tactische plan niet op het niveau is van bijvoorbeeld in Mexico. Panama kan wel op dat tactisch niveau mee. En Suriname heeft ook nog niet laten zien op dat niveau mee te kunnen, tactisch gezien. Want je kan goed voetballen, maar soms moet je bikkelen, soms moet je achter de man aanlopen, soms moet je ruimtes dichtlopen, soms moet je zone verdedigen. Die adaptability, ja, Panama laat dat wel zien, man. En dat is wel echt ook een kwaliteit, hè? Ja, en dat heeft ze, in ieder geval die kwaliteit heeft ze dus ook in de finale gebracht. De finale is dus tussen Mexico en Panama. En we hebben het net al over, je benoemde net al Jamaica. Jamaica is uitgeschakeld door Mexico. En ik wil meteen even een stelling van Jamaica erin gooien. En dat luidt als volgt. Jamaica komt momenteel nog tekort voor de CONCACAF top 3. Dus de top 3 bestaat eigenlijk uit de USA, Mexico en Canada. Maar Jamaica komt dus tekort om zich daar eigenlijk mee daar aan te sluiten. En blijft eigenlijk samen met Panama en Costa Rica strijden om de titel The Best of the Rest, zeg maar. Hoe denken jullie erover? Ja, ik ben het wel eens met die stelling, hoor. Kijk, wat ik net al zei. Nederlands elftal is een mooi voorbeeld. Als je de laatste 15 jaar kijkt, wanneer was het Nederlands elftal nou echt als heel elftal wereldtop? Hoeveel wereldtoplanden hebben ze verslagen? Dat komt omdat ze ook een bepaalde kwaliteit hadden om in een tactische discipline te spelen. En dat is het grote verschil tussen die top 3 en die net eronder. Je kunt schikken aan de tactische discipline gepaard aan de kwaliteiten die je hebt. En dat kunnen zij op een hoger niveau dan bijvoorbeeld in Jamaica. Want als je die selectie naar elkaar... Jamaica heeft goede spelers. Het is echt, het ontloopt elkaar niet heel veel. Maar op een bepaald gebied schieten ze het nog tekort. In vergelijking met die 3. Dus ik vind ze net eronder. Zeker. Zeker, zeker. En ik wil eigenlijk dan ook meteen door naar de volgende stelling. Panama heeft laten zien niet over de beste spelers te beschikken, maar wel over de beste mentaliteit. Is dat hetgeen eigenlijk, als we het vergelijken met Suriname, is dat hetgeen wat eigenlijk ontbreekt bij Suriname? Ja, zou ik zeggen. Je ziet duidelijk een strijdplan bij Panama en bij Suriname wat minder, of helemaal niet. Want als we teruggaan naar de laatste wedstrijd, oké, tegen Mexico. Hier in Suriname zag je wel dat die fans wat deden met deze jongens. En vandaar dat je zag van dat die jongens ook vol gas gingen. Dus je kan zien dat wanneer die fans rond deze jongens zijn en ze die support krijgen. En echt, dat maakt dat ze steeds die strijd krijgen in hun. Maar zo, als de fans niet aanwezig zijn, dan zie je dat ze ook niet zo heet zijn. Zo die strijd willen gaan. Bij Panama is het juist omgekeerd. Of er fans zijn, of er geen fans zijn. Je ziet dat ze blijven strijden. En dat moet nog bij Suriname komen. Ja, ik ben deels eens bestelling. Kijk, ik geloof oprecht, dat op een enkeling na, die jongens echt wel de juiste mentaliteit hebben bij Suriname. Alleen, tegen Puerto Rico, men was gewoon het even kwijt. Er waren geen vastigheden, geen houvast. En dan kan je nog zo'n mentaliteit hebben, maar als die dingen er niet zijn, dan lijkt het vaak een beetje onbeholpen en dat het niet helemaal lukt. Maar ik denk niet per se dat het aan de mentaliteit ligt. Ik geloof oprecht, ik vertrouw erop dat verreweg 90-95% van de jongens de juiste mentaliteit heeft. Een paar misschien niet, maar het grootste gedeelte wel. Alleen, Panama heeft naast die mentaliteit heel veel vastigheden. Ze werken al jaren met een bepaalde systematiek en een bepaald elftal. En ze vullen aan, selecteren door wanneer nodig, niet zonder gedachten. En wij zijn gewoon niet zo lang bezig. En dit team was eigenlijk een nieuw team. Wat we hadden. Dus ik vind het te kort door de bocht om te zeggen attack mentaliteit, Nicolas. Ja, natuurlijk. Ja, dat, over om even in te haken over dat nieuw team. Dus wat er naar mij eens is, wat er nu moet gebeuren is dat we echt beginnen met de kern te werken. Want als we elke keer met een nieuw team daar gaan staan, dan wordt het elke keer wel eens moes voor mij. Yeah. Dat ja, yeah. Een nieuw team is jonger.
Het moet wel een keertje opgehouden en dat we met de kern gaan starten. Maakt niet uit of we een nieuwe toevoeging gaan krijgen bij de selectie. Iedereen krijgt zijn beurt, maar een kern moeten we bijvoorbeeld wat je al zei. Die jongens hebben de juiste mentaliteit al, bijna 90%, 9 van de 10 keer. Dus daarna moeten we nog gaan groeien, maar we moeten die kern blijven behouden, anders gaat het elke keer een excuus. Ja. En we moeten vooruit. We kunnen blijven hebben over de wedstrijd tegen Puerto Rico. Dat ligt achter ons. We moeten vooruit blikken. En als we vooruit blikken, ik heb al eerder benoemd dat eigenlijk Suriname zal moeten gaan strijden om een WK-ticket te kunnen bemachtigen voor het WK 2026. Zullen ze eigenlijk met de best of the rest zullen gaan strijden. En dat is dus Jamaica, Costa Rica, Panama en eigenlijk ook Haiti, El Salvador. Dat soort landen, Curaçao, om niet te vergeten, daar ga je mee moeten strijden. Maar waar staat Suriname op dit moment in dat proces eigenlijk? Ik denk dat nu ook het ideale moment is om onze tovenaar tevoorschijn te halen. En dat hij ons joint in deze uitzending. Ivenzo Comfalius. Ivenzo, welkom. Ja, thanks man. Goedemiddag. Alles goed met jullie? Ja, gaat goed man. Goed te zien. Hartstikke goed man. Heel blij dat je er bent man. Ik wacht al zo lang dat ik jou eindelijk in de uitzending kan hebben. En dit is dan eindelijk het moment. Dus ik ben hier heel blij mee. Je hebt het wel een beetje gevolgd waar we het inmiddels over hebben. Ja. En voordat we eigenlijk naar de vragen gaan. We hebben natuurlijk wel wat vragen opgesteld. Om betreft jouw carrière. Mm-hmm. We hebben het een beetje over het proces waar het Nationale Elftal van Suriname momenteel in staat. Als we kijken naar het willen, het kunnen plaatsen voor het WK in 2026. Als jij een beeld mag geven van waar Suriname momenteel staat om te kunnen concurreren met Jamaica, met Curaçao, met Haiti. Maakt Suriname momenteel een kans? Hoe denk jij daarover? Ja, is moeilijk antwoord te geven, want nu, we hebben steeds een nieuwe team. Dus laten we eerst daar beginnen. We hebben steeds een nieuwe team. En bij elke interlandperiode zouden we meer met elkaar moeten zijn voordat we dat soort dingen willen bereiken. Weet je? Want we zijn meestal misschien een week voor de wedstrijd met elkaar om één week te trainen, daarna wedstrijd. Dus. En dat soort landen zijn al langer met onszelfde team bezig. Werken aan hun speler, bijvoegen gewoon. Ja, dat. Want Suriname is momenteel voor mij ver weg van die van de WK-ticket. Ver weg. Om eerlijk te zijn. Oké. Kijk, jij hebt het proces natuurlijk wel meegemaakt met het voor het eerst in de geschiedenis kwalificeren voor de Gold Cup. Dat heb je meegemaakt. Zou jij enkele belangrijke aspecten kunnen benoemen die al in dat proces aanwezig zijn? En welke aspecten er eventueel bij zouden kunnen komen? Ja, belangrijke aspecten. Ja, ik denk meer. Wat belangrijk is nu voor de selectie, is gewoon dat we bij elke interlandperiode gewoon meer met elkaar moeten zijn. Dus dat is een van de belangrijkste voor mij. Maar qua belangrijke aspecten meer zie ik niet echt. Er gebeuren heel veel nu binnen de nationale selectie. Alles gaat beter. Maar qua die interlandperiode moeten we gewoon meer met elkaar zijn. Die is de belangrijkste. Ja. Dat is een mooie vervolgstap, hè, want ik wil daar gelijk even iets mee trekken. In de periode van Dien Goree zat jij prominent erbij, hè? Je was een van de blikvangers toen de tijd ook. En ik heb het idee dat het toen wat langere tijd samen was als er interlands waren. Klopt dat? Ja, klopt. En, want toen de tijd, hè, waren er niet veel full profs bij. Een handjevol, waaronder jij. En Hesselbeek, Nigel Hesselbeek en hij waren eigenlijk... Ja, klopt. Ja, en geloof ik, Apai speelde op Trina toen de tijd volgens mij. Weet je? Dus klopt. Er was een handje vol voor profs erbij. Maar je hebt natuurlijk ook met alle diaspora meegetraind. Ja. Hoe vergelijk je het niveau op zijn beste periode in de periode van Dien met voornamelijk lokale jongens? Met veel tijd samen. Met het niveau van de diaspora jongens die weinig tijd samen hebben gehad. Ja, het verschil als team verschilt het, maar mentaliteit was anders die tijd met die Surinaamse jongens. Iedereen werkte gewoon hard werken. Iedereen werkte gewoon hard daar. Tijdens die Goree. Dus met die Goree werkte iedereen echt hard. Dus we gingen echt strijden met die Surinaamse jongens. Dus ja, misschien mentaliteit is ook een probleem.
denk ja, ik. Je ziet wel een verschil daarin. Verschil. Ja. Okay. Kijk, bij profs hebben ook goede mentaliteit, maar anders. Maar die Surinaamse jongens, we hadden echt strijd. Strijd, om eerlijk te zijn. Gewoon strijd. Echt die agressiviteit. Agressiviteit, die dat miste we gewoon een beetje. Meer agressiviteit. En, okay. Daar hebben we het vaker over gehad. Want als ik gewoon... Nu even, kijk, nu ben je toch hier. Ik vond dat jij eigenlijk de missing link was. Een van de missing links op de Gold Cup, zeg maar. Om maar even terug te blikken op de Gold Cup. Want er zijn vaker wedstrijden die je gaat spelen waarop het een beetje doodloopt. Waar je kan maar geen ruimte vinden. Er wordt... En de tegenstander moet je ook wel eigenlijk de complimenten geven daarvoor. Maar jij bijvoorbeeld, jij hebt de mogelijkheden, de kwaliteit om een man meer situatie te creëren. En dat is iets wat we ook wel hebben gemist, los van de mentaliteit. Dus ja, ben je daarmee eens eigenlijk? Dat jij daar wel een rol van betekenis in had kunnen spelen? Eén momentje. We hebben één momentje. Ondertussen gaan we verder. Het is helemaal goed. Ja, toch. Ja. Ik vind het wel een interessante vraag. Even daarop intaken voordat je gaat antwoorden, Evenzo. Ja, tuurlijk. We kennen de kwaliteit van Evenzo. Hij is vooral sterk in 1-op-1, wanneer situaties creëren door zijn acties. Los van dat als missing link. Die diaspora voetballers zijn goede voetballers stuk voor stuk. Maar zijn wel heel veel dezelfde types. Hè? De bal in de voet. Minder lopende mensen. Dus wat krijg je? In balbezit ziet het er ook prima uit. Je creëert af en toe een kans, maar die echte agressiviteit en de diepgaan, hoe zeg je dat? Niet egoïstisch diepgaan, onzelfzuchtig diepgaan, dat mis je omdat je veel te veel voetballers hebt, om het zo te zeggen. En dus daarom vind ik het lastig om te zeggen dat het mentaliteit is. Het is meer een andere stijl of zo. En ik ben benieuwd hoe Evenzo kijkt naar die mix van lokale agressiviteit, om het zo te zeggen, met die rust aan de bal van Europa. Nou, ik hoop dat hij heeft meegeluisterd. Als hij nu weer terug is, of hij daar niet kan gaan. Had je me kunnen horen, Evenzo? Ja, ik heb gehoord, ja. Mm. Ja, om eerlijk te zijn, het verschil van Suriname en Europa is een groot verschil qua voetbal. Want in Suriname hebben we geen professionele league. Alles gaat een beetje trager daar, maar een mix zou goed zijn. Een mix zou best wel goed zijn, zodat die Surinaamse jongens ook gewoon verder kunnen leren. Om op die niveau te komen. En qua agressiviteit hebben we wel in Suriname. Suriname heeft veel talent. Mm. De jongens werken hard, maar ja, alleen is het geen professionele league dat ze verder kunnen komen dan dat. Ja. Schat je het zo in? Oh, sorry man. Ja, jij bent ook een van de weinige locals, om het zo maar te noemen, die wel de stap naar het buitenland heeft weten te maken. Dus via Transvaal naar Trenčín in Slowakije. Ja. Daarna ging je naar Dugopolje in Kroatië. Ja. Dat was op huurbasis. En vervolgens ging je naar Jorka Deportiva. Ja, tot afgelopen seizoen heb je daar onder contract gestaan. Ja. Maar wat zei jij de locals die de stap nog naar het buitenland zouden moeten of willen maken? Wat zou je hun kunnen adviseren? Wat kan je hun meegeven? Nou, gewoon hard werken. Hard werken, je weet maar nooit wie je kan zien, welke scout je kan zien. Kijk, als in Suriname gaat de kampioen gewoon naar de CONCACAF voor de Caribbean Shield. Dus daar moet je altijd bewijzen als je naar daar gaat. Je weet maar nooit dat een scout je daar kan zien om verder te gaan. Dus in Suriname, je kan zo lang hard werken, maar als je de steun niet krijgt van iemand van het buitenland, is het moeilijk naar het buitenland te gaan. Want we hebben geen goede scout in Suriname. Surinaams voetbal, kijk niemand, dus is gewoon de harde waarheid, maar niemand kijkt naar Surinaams voetbal bijna. Dus het is moeilijk een kans te krijgen naar het buitenland. Ja, hè? Ja. Wat ik me ook afvroeg, hè, is waar het net over die mix, hè, voordat je hier antwoord op kan geven. Stel je voor, hè, gewoon een situatie, je hebt met al die spelers gespeeld, je kan inschatten wat het niveau is. Ja. Die Surinaamse jongens die lokaal spelen, die geen voetprocent, hebben gewoon een bepaalde talent. Dat kan je niet ontkennen. Ja. Ja. Die wordt alleen niet te volle benut misschien hier en daar. Maar wat nou als je, ik noem maar wat, 6 diaspora spelers, 6 beste diaspora spelers en 4-5 beste lokale spelers in één team zet. Denk je dat het elkaar goed zal aanvullen? Ja, tuurlijk. Daarvoor was het al zo. En je zag gewoon van dat die Surinaamse jongens gewoon aanpassen met alles. Dus voor ik met die trainer Goree, je zag het gewoon van, die jongens hebben die niveau wel, maar alleen krijgen ze het niet in Suriname. Ze passen hun snel aan met het niveau van die buitenlandse jongens. Het heeft wel een verschil, maar je ziet dat ze hun gewoon aanpassen.
Ja, moet ik het zo zien? Zij voor, hè? Wanneer we een paar, vijf, zes beste voetballers van de Surinaamse competitie de laatste 3 weken trainen met eredivisie ploegen. Laat het zo zeggen. Dan ben je ervan overtuigd dat die jongens gewoon dat niveau gewoon aankunnen. Ik zou niet zeggen direct. Ik zou niet zeggen direct dat ze het gaan aankunnen, want het is een heel groot verschil met trainingen van hier en trainingen van Suriname. Dus ja, ze zouden moeten aanpassen. Een heel groot verschil in wat precies? Kan je specifiek zijn? Ja, qua trainingen. Balsnelheid. Ja, inzicht is veel beter hier zo dan in Suriname. Ja, dat soort dingen. Maar om even op Suriname te blijven, er zijn ook dingen waar je niet op kan trainen. Waar we het net over hebben gehad. Bepaalde mentaliteit, bepaalde fighting spirit, bepaalde dynamiek. Dat niet in je zitten. En dat hebben bepaalde Surinaamse spelers in mijn ogen weer wel. Ja, kijk, in Suriname is het moeilijk. Die jongens moeten naar het werk, ze moeten voetballen. Dus het is moeilijk om die jongens bij te hebben ook, weet je. Want ze hebben dan de conditie niet van die professionele jongens. Het zijn heel veel aspecten. Het is niet zo makkelijk. Ze zouden echt een langere periode inderdaad op dat niveau moeten trainen. En dan zullen ze het waarschijnlijk gewoon aankunnen, omdat ze wel de capaciteiten hebben. Daar kunnen we heel lang over discussiëren, maar zullen we het even verder over jouw carrière hebben, Ivenzo? Wanneer ik het met mijn vrienden en met mijn collega's over jou heb, dan hebben we het eigenlijk over een goochelaar en over een tovenaar. Want dat is hoe wij tegen je aankijken en vele fans ook, weet je. Dus als jij een speler mag benoemen waar je waar je zelf qua stijl mee kunt vergelijken, zou je eentje kunnen noemen? Wie is dat dan? Binnen de selectie of gewoon... Nee, in overal. Totaal gewoon. Jouw idool en wie jij denkt van, die lijkt een beetje... Weet je? Ja, mijn idool is gewoon Messi. Messi? Ja. Dat is je idool, ja. Ja, wie niet, man. Natuurlijk zo. We worden ook op dezelfde dag jarig, dus mijn idool is gewoon Messi. Oké. Zelfde dag jarig, zeg je dan? Zelfde dag jarig? Ja, 24 juni, ja. Oh, echt waar? Ja. Dat is wel mooi, man. Ja, dat is het. Dat is een cirkel rondje, ja. Nice. Ja, want wat ik me herinner, je zal vast wel vaak naar gevraagd zijn, maar je Senna boy voor Canada, van boy naar elkaar, die linksback van Bayern. Davies. Hey boy. Dus, ik heb die echt vaak teruggezien, hè, want het was geen toeval. je stuurde hem letterlijk en figuurlijk en hij moest je gewoon blessen. Ja, toch? Dat vond ik mooi om te zien en... Dat is wat ik in het begin bedoelde, van jij bent wel in staat, ook tegen Costa Rica op de Gold Cup, met de individuele actie gewoon gevaar te creëren, ook op dat niveau. Die diaspora spelers zijn ook goed. Ik ben blij met hun komst. Zo'n type speler zit ook daar niet tussen. Ja, om eerlijk te zijn, ik zeg het ook zelf gewoon, dat is waar. Ja, dus ik vond het mooi om te zien. Weet je wat ik het meest mooie vind aan zijn stijl van spelen, van Ivenzo. Hij doet alles in de... Hij kan eigenlijk uit stilstand kan hij een man passeren, maar ook in de hoogste snelheid gewoon. En dat is zo vervelend om te verdedigen. Want je gaat moeten gokken als verdediger. Van, gaat hij die kant of gaat hij nu langs me? Het is vervelend. Dat kan gewoon ook een man meer situatie creëren, zoals ik al eerder zei. Ik heb het echt gemist op de Gold Cup in ieder geval. Ik hoop het snel weer te zien in ieder geval. Ja, komt wel. Komt wel snel weer. Laat het hopen. Maar dus wanneer kunnen we weer eigenlijk wat meer van je verwachten? Wat trucjes, weet je? Ik bedoel, ik zie... Nou, eigenlijk wanneer je weer bij een club onder contract staat. Want ik zie dat je zelf weer hard aan het trainen bent. En mijn volgende vraag is eigenlijk... Zijn er geïnteresseerde clubs op dit moment? Speelt er iets? Ja, kijk. Ik wil niet zeggen er speelt wel iets. Maar dat laat ik voor mijn zaken waarnemen. Ik wil geen clubnamen benoemen zomaar. En dat het straks niet doorgaat. Dus er gaat wel dingen rond. Dus daarop wacht ik. Ik wacht gewoon op de merk. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je bent ook momenteel in Nederland ben je ook momenteel. Ik zie een hele mooie foto op de achtergrond. Maar je bent in Nederland. Ja, ik ben gewoon in Almere. In Almere nog wel. Dat is, zoals we net al bij de uitzending zeiden, dat is, dat is gewoon dicht bij mij eigenlijk. We zijn bijna buren. Er is een eredivisieclub in Almere. Ik kon niet veel zeggen, maar... Ja, Almere zit wel hier, maar Almere zit hier. Toen ik nog bij hun aan het trainen was, was het qua papieren moeilijk om bij hun te voetballen. Want toen kwam ik pas uit Suriname, toen had ik stage daar 3 maanden stage. En we gingen een beetje praten over
als ik bij hun kon voetballen. Maar ja, papieren is het moeilijk. En hoe zit het nu qua papieren dan, op dit moment? Ja, ben ik bezig mee. Dus nu, nu heb ik een kind hier, dus het gaat... ik maak werk van om mijn papieren te krijgen. Ik heb nu de eerste 6 maanden. Ja, het is privézaak, maar ik zeg het gewoon. Ik heb nu gewoon de eerste 6 maanden, dus ik zou gewoon in Nederland kunnen voetballen van het jaar. Dus daarmee zijn we nog bezig. Ja, hey, mooi man, zouden we heel graag willen zien. Dus ik zie, ja. Dus ik zie die fans ook niet meer naar Suriname komen, ondanks die Prof League. Zie ik hem niet bij Transvaal samen met Lalani Kooi. Dat niet. Dat je graag met Lalani Kooi daar in Transvaal. Kijk, ik kom uit Su, maar om nu te voetballen in Suriname zit niet in mijn hoofd. Oké, dus maar we kunnen events wel bouwen de komend seizoen bij een club. Ja, zeker wel. Oké, mooi. Maar je hebt dus bij Jorna Deportiva gespeeld, hè? Kun je iets over die periode vertellen? Want iedereen was blij dat je eindelijk weer een club had, maar uiteindelijk is het, zit je daar momenteel niet meer. Maar kan je iets vertellen over die periode? Ja, het was een goede periode daar, maar ik had ook problemen daar met papierwerk. Ik ging daar in augustus. Toen trainen, precies. En heb ik het mooi gedaan. Spelen, goals, assists. En ik kon pas in oktober, bijna november, spelen. Omdat ik een werkvisa moest krijgen om pas te voetballen daar. Dus het duurde een paar maanden voordat ik kon voetballen. En op een gegeven moment was ik ook klaar mee, want het duurde zo lang. Andere spelers gingen spelen. Hun waren wedstrijd fitter dan mij, want ik kon geen wedstrijd spelen. Ik moest alleen maar trainen. En ja, als die speler, als de trainer nu, laat zeggen, hoe zeg je dat, hij gaat meer geloven in die spelers, want hun doen het goed. Ja, ja al ben ik een goede speler, zeg ik zelf, al ben ik een goede speler. Als die anderen het goed doen, gaat de trainer hun voorkeur geven. Ja. Dus daar ging het een beetje. Toen had ik een blessure gehad, een spierblessure, in januari, ja. Want ik kon weer in januari spelen, na de winterbreak kon ik weer spelen. En toen had ik een blessure en toen dacht ik van, ik ga het gewoon laten. Die keeper van de Sugar Boys, van St. Kitts en Nevis, die speelt ook daar. Ja, hij is ook niet meer daar. Hij zit ook niet meer daar? Okay. Nee. Dit is ook weer. Kijk, bepaalde dingen kan je niet zeggen van een club toch? Bepaalde dingen kan je niet zeggen online van een club, weet je? Het is niet netjes. Gewoon professioneel blijven. Ja, ik snap het. Ja. Klopt, hey, maar je hebt een behoorlijke fanbase, onder meer in Nederland sowieso, in België en zelfs ook in Amerika. Ja. En we hebben net al gevraagd van, hey, wat kunnen we verwachten van jou de komende periode qua club? Nou, daar kan je nog niet helemaal over uitspreken natuurlijk, maar als je een competitie mag uitkiezen, hè, waar zie jij jezelf het liefst spelen als er een club komt? Welke competitie, welk land? Ja, kijk, voor mij maakt het niet echt uit, man. Ik wil gewoon voetballen, maar gewoon in een goede league, weet je. Het moet gewoon goed zijn. Wat is voor jou goed genoeg? Ja, vanaf de tweede niveau naar boven, maar niet naar onderen. Wat doe je dan keukenkampioen-divisie naar boven? Ja, vanaf de keukenkampioen naar boven, maar niet naar lagere divisies. Ja, dus die Spakenburg en dat soort clubs. Ik wil geen druk op hem leggen, maar voor de keukenkampioen-divisie is hij te goed, man. Het is te goed. Is niet leuk meer, man. Ja, maar tegelijkertijd, daar gaat hij wel weer garantie speeltijd, meer kans speeltijd kunnen hebben. En nog meer kans om zich in de kijker te spelen dan bij de Eredivisie ploeg. Dat is wel hoe het is. Ja, klopt. Yeah. Wil je eerst laten bewijzen? 24 maar... nu? Wat zei je? Wat ben je nu? Je bent nu 24? Nee, 26. 26? Ja. Je moet nu spelen. Ja, klopt. Ja. Ik ga spelen. Ja, man. Ik ben echt benieuwd welk club je terechtkomt. Je zei dat het bezig is. Hou het in de gaten. We zullen het vast wel zien op je socials als het zover is. Ja, zeker wel. Als het zover is, zien jullie het wel. Mooi, man. Ja, we houden je zeker in de gaten. We zullen je blijven volgen. En eigenlijk ook met Suriname. We hopen je snel natuurlijk in het shirt van Suriname te zien. Ja. Want dat wordt ook weer even tijd. Want de laatste keer was volgens mij de wedstrijd tegen PEC. Nee, tegen PEC Zwolle. Ja, tegen Nicaragua. Ja, PEC Zwolle reken ik eigenlijk niet helemaal mee, los van het resultaat, maar het was meer... Ik ook niet meer, inderdaad. Ja. Nee, het was meer sparren. Ja. Dus we hopen jou heel snel weer daar te zien in het Nationale Elftal van Suriname. We hopen dat je nog sneller een club zal vinden. Ja, man. Dus hou ons op de hoogte
Ja, zeker. En dan hopen we, ja, als dat naar buiten kan komen, dan het zou leuk zijn als je dat hier bij ons in de uitzending. Ja, dan kunnen we je een beetje promoten. Kunnen we het een beetje naar buiten brengen. Dat zou heel mooi zijn. Ja, mooi maken. Ja. Ja, doe ik zeker. Ik laat jullie zeker weten. Ja. Hey, ja. Als jullie nog geen vragen meer hadden voor Evenzo, dan gaan wij verder met de uitzending buiten het interview van Evenzo om. Dus ja, sowieso tof dat je er was, man. Tof dat je er was, wil ik zeggen. En ik wens je succes met je carrière, maar ik hoop dat je echt een mooie club vindt en dat we je echt op ESPN kunnen bewandelen. Thanks, man. Thanks, man. Yes, hey, Evenzo, nogmaals bedankt en veel succes met je carrière. En nogmaals, we blijven je volgen en we hopen je heel snel te zien in het elftal van Suriname. Nee, thanks, man. Yes, thanks. Thank you. Goed. Rustig. Later. Yes. Oh, ik haal per ongeluk Reinel ook weer eruit. Reinel, je bent er weer. Ja, toch? Ik ben er weer. Yes, en Sean, die is ook even eruit. Die komt denk ik zo weer terug. Maar ja. Ik ben echt benieuwd, hè, naar Evenzo. Ik hoop echt dat hij... Ik ook, man. Ik ook. Weet je, je gaf me aan dat hij aan het trainen is. En kijk, hij heeft talent. Dus zodra hij fit is en gaat spelen, dan heb ik er alle vertrouwen in, eerlijk gezegd. Want talent heeft hij gewoon. Hij heeft talent. Hij heeft die toverstok, man. Echt een tovenaar, man. Weet je, ik zei het net al. Jongen, die handelingssnelheid van die man, weet je. En op dingen in de hoogste versnelling. Toen ik dat voor het eerst zag bij hem... En bij Suriname, ik heb nog nooit iemand bij Suriname gezien met zoiets, man. Ik wist niet wat ik zag. Ja, Limon had het ook, hoor. Limon had het ook, hoor, vroeger. Is dat zo? Ja, ook tegen pros en sterke landen, die man had. Ja. Ik heb het nooit begrepen dat hij niet naar Amerika is gegaan of zo. Hij was echt goed. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die had het ook. Gewoon poerschijn, snelle kappen, weer geen kleine ruimte creëren. En hij had ook nog overzicht om een goede paas te geven, ook nog. Dus... was echt een goede speler. Ja. Kijk daar. Ja, we moeten eigenlijk... we komen al bijna bij het einde van deze uitzending. Maar ik wil het even over wat anders hebben. Iets dat eigenlijk buiten de CONCACAF-zone eigenlijk naar buiten is gekomen. Het is eigenlijk... hoe kan ik het zeggen? Het is al eerder naar buiten gekomen dat Mario Balotelli... Die kent iedereen wel. Ja. En Mario Balotelli, die heeft zich in 2019... vroeg hij openlijk van, hij stelde een vraag van hoe eigenlijk Afrika, hoe het continent Afrika gewoon eigenlijk op dit moment arm kan zijn, nog steeds arm is. Dus de vraag ging als luid, how can Africa be poor if indeed it is the richest continent in the world? Dat vroeg hij zich dus af. Een echt duidelijk antwoord daarop, ja, dat hebben wij nog niet, dat weten wij niet. Maar een jaar later, daar kwam hij met nog iets naar buiten. En dat pak ik er heel even bij. Nou, I challenge you all African footballers to put money together with me to leave the racist Europe and build stadiums in Africa and develop our youth. We have money, we can build at least 5 world-class stadiums in each country and sign a petition that no players will be exported to Europe ever again. Here in Africa, they will play on the love of their sisters and brothers with no one singing racist chants on the stand against them. We are more talented. We can make our Champions League quality and our league's quality. We have great talent that is never appreciated abroad. Ik vond het wel duidelijke taal, man. En dit is iets wat ik eigenlijk al... Dit hebben wij eerder, heb ik het laten weten in onze groepsgesprekken, in onze groepsapp, dat ik eigenlijk al, los van het racistische gebeuren, want dat benoemde ik toen niet, maar het leek mij wel een goede stap toen ik zag dat de ontwikkeling van bepaalde toernooien, bijvoorbeeld de samenwerking met de CONMEBOL en de CONCACAF, dat er dan meer aandacht komt voor de zone, de CONCACAF-zone. Ja. Waardoor er misschien ook wel meer interessante deuren open zullen gaan voor sponsors. Waardoor de financiële middelen ook weer, dat er meer financiën die kant op zullen gaan. En ja, hij heeft het hier over Afrika. Maar dat is ook met Centraal-Amerika, bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Er zijn zoveel arme gebieden die eigenlijk heel rijk qua voetbal zijn. Ja, nee, kijk, wat hij hier zegt, doet Marokko eigenlijk als land. Precies, dit doet Marokko. Ze investeren geld in die leagues. De sterkste Afrikaanse clubs, 2 daarvan spelen in Marokko. Hè?
En ze hebben een stadion gebouwd. Ze hebben een Mohammed 5 trainingscomplex. Mohammed 4 trainingscomplex. Al die dingen bij elkaar. Marokko doet wat Balotelli hier zegt. En wat hij zegt, kijk, het is misschien een utopie hoor. Maar als dit gebeurt, dan is de hele Europese League niks. Want hoe kan in deze dagen iemand als Yaya Touré niet zoveel waardering krijgen als zijn middenvelds Patrick Vieira? Als Touré voor Frankrijk had gespeeld, dan werd hij bij de top 3 nummer 6 genoemd in de geschiedenis. Hij heeft voor ik voorkeurs gespeeld en daarom is hij het niet. Dat kan je niet ontkennen. Dus ja, het is een mooie gedachte. Maar ja, het is wel een beetje utopisch, denk ik. Ja, het is gewoon heel simpel. Het geld is nou eenmaal in Europa. Maar weet je, als we gaan kijken naar hoe het in Europa terecht zou komen, dan krijgen we een hele andere discussie. Maar het feit moet ook zijn dat eigenlijk de spelers van buiten Europa, die maken Europa ook weer sterker. Dus er zou iets moeten komen, dat heb ik altijd al gezegd, waardoor andere competities buiten Europa ook gewoon sterk genoeg zijn, ook genoeg financiële middelen hebben om hun topspelers te behouden. Het is niet gelijk, vind ik. En nogmaals, die spelers buiten Europa, die maken Europa gewoon sterker. Ja, en je ziet dat de Saudi-league is nu een beetje bezig met een soort van nivelleringen door te gooien met geld. Hoe je het bent of verkeerd, de Saudi-league wordt nu interessanter dan elke competitie buiten de Premier League en La Liga. Het is hoe het is. Qua Amerika ook. En zo. Amerika gaat ook die kant op. De Mexicaanse competitie is ook van een behoorlijk niveau. De Mexicaanse competitie heeft Sabra zo'n competitie gebouwd. Dus ja, weet je, die globalisering begint een beetje te komen. Je ziet ook steeds meer, met name Afrikaanse landen, die spelers ook steeds meer voor hun land van herkomst kiezen. Beetje bij beetje. Tot nu toe koos ze allemaal voor Frankrijk. Maar ja, je kan maar 22 spelers in Frankrijk zetten. Waar gaan die andere 160? Die gaan naar Senegal, Mali, Congo en dat soort dingen. Dus je ziet wel echt een shift op een of andere manier, man. En we moeten niet vergeten, bijvoorbeeld hoe je het daarover hebt. Hè, in de periode dat Karim Benzema werd genegeerd door Frankrijk, na dat hele schandaal en zo. Of hij nou schuldig was of niet. Maar hij werd, zeker was het twee jaar genegeerd, volgens mij. Toen heeft hij, of was het langer zelfs. Maar in die periode heeft hij geprobeerd te kijken of er een uitzondering mogelijk was om uit te komen voor Algerije. En dat is destijds niet gelukt. We hebben nu een vergelijkbare situatie met Kenneth Vermeer. Want Kenneth Vermeer die heeft ook natuurlijk een aantal interlands gespeeld voor Oranje. En hij is nog bezig met het proces voor Suriname. Dus ja, we hopen dat uiteindelijk snel zal gebeuren. Persoonlijk vind ik gewoon, in veel andere sporten zie je het. Ik vind dat je gewoon één keer in je carrière moet kunnen switchen. Want die jongens moeten op hun 18e soms moeten ze kiezen. Wat deden wij toen we 18 waren? We wisten niet eens welke studio we moesten kiezen, man. Weet je, kom op nou. En je kan niet al die keuze maken op je 18e, vind ik. Ik vind dat je moet, en desnoods zeg je voor je 25e mag je één keer, hè? Kan je ook nog zeggen. Hè? Maar waarom zou het niet mogen? In andere sporten gebeurt het ook. Cricket, Dirk Nannes, een topcricketer, heeft voor Nederland en Australië gespeeld. Binnen een jaar tijd. Waarom zou het niet mogen? Ik weet zeker dat het wereldwijde niveau dan omhoog gaat van het voetbal. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, nee. Met deze wil ik eigenlijk gaan afsluiten. De uitzending afsluiten. Tenzij Sean misschien nog een input heeft wat hij bij wil brengen. Ja, kijk, ik ben het helemaal eens met Mario Balotelli. Dat gebeurt bij vele jongens. En je ziet dat het steeds vaker gebeurt in dit periode. Laatst nog toen Bukayo Saka die penalty had gemist voor Engeland. En daar zag je hoe ze racistische dingen naar hem toe gingen slingeren. En tegenovergestelde, toen Harry Kane die penalty miste, dan was er gewoon niets aan de hand. Iedereen die stond gewoon achter hem. En kijk, bij deze zie je van, ze worden gewoon totaal niet gerespecteerd. Ze worden gezien als apen of whatever. Omdat ze niet wit zijn of blank zijn of noem maar op. Omdat ze gewoon van donker van kleur zijn. En ik sta er ook helemaal erachter dat deze multimiljonair spelers die het gemaakt hebben in Europa. En misschien niet voor Afrika zijn uitgekomen, in van die landen uit Afrika. Dat ze geld samen bijeenbrengen en dat ze stadions gaan bouwen in Mali, in Guinea-Bissau, al die andere landen. En dat ze daar talenten gaan ontwikkelen. Want als deze,
deze kinderen hun ouders niet naar Frankrijk waren geweest of zo naar die andere landen, dan had de Franse nationale team ook geen Als je West-Afrika weghaalt, wat in Frankrijk qua voetballers? Adrien Rabiot, daar houdt het een beetje op. En Griezmann. Ja. En dat, Griezmann is een Basque ook nog, is niet zo'n Fransman. Ja, inderdaad. En ja, los van het racistische stukje dan, daarbuitenom vond ik en vind ik het nog steeds nodig dat gewoon de competities buiten Europa echt wel een financiële injectie kunnen gebruiken om nogmaals, dat ze de betere spelers, de grootste talenten gewoon aan boord kunnen houden en niet hoeven te verkopen voor het grote geld. Want dan hou je ze gewoon en dat kan gewoon de ontwikkeling een hele goede impuls zijn voor de ontwikkeling in eigen land. Ja, klopt man. Even een klein dingetje. Het is ook makkelijker voor onze jongens. Ja, niet alleen voor onze jongens, ook voor andere landen denk ik ook. Dat deze jongens ook in die competitie van hun kunnen gaan spelen en dat ze geen restricties hebben van dat ze een hoge loon moeten krijgen. Juist. Dus, maak het makkelijker, je kan zo zelf leggen. Ja. Als hij ze niet dan was, was hij maar dan was alles wel goed. Dus dit houdt vele jongens achter die talenten. Ja. Dus daarom, wat jij zei, Hotfield, er moet meer geïnvesteerd gaan worden in deze competities. Dus daar hoeven deze jongens niet snel de overstap te gaan maken naar Europa en gewoon van hun eigen competitie naar de nationale elftal. Want dat gebeurt ook bij Panama en Costa Rica. Zie je. Dus dat hun competitie al op dat niveau is. Ja. Ja, precies. Ja. Maar je had nog iets te zeggen, Reino? Ja, Sean gaf een goed voorbeeld van Harry Kane. Hè? Kan je nog herinneren, toen was het met EK, geloof ik, toen Engeland met penalties werd uitgeschakeld, en dat niemand een penalty durfde nemen, maar Bukayo Saka nam een penalty en hij miste. Dat weet ik nog. Was geen same energy met Harry Kane, hè? Is geen same energy. Hele andere energie. Maar als Bukayo Saka, die man met die rare haren bij Manchester City, die linksbuiten, Grealish. Als Grealish de penalty had genomen, was het niet zo'n rel geworden. 100%. Dus, maar goed. Dat zijn wel feiten. Maar ja, inderdaad, dan krijg je dus een andere discussie. En ja, los daarvan, nogmaals, buiten dat om vind ik het gewoon nodig dat de competities buiten Europa ook echt wel geïnteresseerd worden. Zoals Sean zelf ook net zegt. Dus ja, hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze uitzending. En ja, ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik vond het leuk om eindelijk Ivenzo Confaris te spreken. Ik hoop dat we echt meer van hem zullen zien. En snel ook, want het duurt een beetje lang. Ja, dat zou mooi zijn. Ik wil hem gewoon in actie zien. Het zou mooi zijn. Ja, geweldig. Hey heren, de volgende uitzending gaan we het vooral over de Nations League hebben. Want de Nations League die staat voor de deur. Dat is het volgende toernooi die eraan komt. We weten niet of er nog oefenduels gespeeld zullen worden. Daar gaan we een beetje informeren. En mochten wij daar updates over hebben, dan zullen we het zo snel mogelijk delen. Als het niet via deze weg is, zal het wel via de Facebookgroep zijn van Nacho Network. Dus voor de mensen die nog geen lid zijn, check op Facebook Nacho Network. En word lid van onze groep. Het is een openbare groep. We hebben leuke discussies, leuke updates. En aan iedereen die daar vooral de laatste tijd heel erg actief in is, ik wil alvast een shout-out aan jullie geven. Alle kijkers, bedankt voor het kijken. En vergeet niet te reageren. Share de stream en like en subscribe. Abonneer. Like en subscribe. Subscribe, inderdaad. Ja, man. Hey, heren, ook bedankt voor jullie bijdrage. En volgende keer zijn we er weer. Yes.